Goedemiddag, vandaag ga ik jullie iets vertellen over de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Algemene Verordening is een Europese verordening die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt. Als bedrijf moet je hier echt op voorbereid zijn en zorgen dat je je beleid en je organisatie daarop aanpast. Ik ga je precies vertellen in deze vlog wat je daaraan moet doen. Dus het is een verscherping van de regels. Het is een Europese richtlijn die dus in alle Europese landen straks geldt. Nu hebben we in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Maar die wordt dus per 25 mei van dit jaar vervangen door de AVG. Deze vlog strekt te ver om heel de AVG uit te leggen en je dus te vertellen waar je precies allemaal op moet letten. Ik zal een aantal dingen eruit halen en je wat tips geven over de belangrijkste punten. Nou, waar moet je aan voldoen? Allereerste, het gaat om bewustzijn. Je moet je als bedrijf bewust zijn wanneer je nou persoonsgegevens van je klanten verwerkt. Hoe doe je dat? Welke gegevens krijg je? Waarom krijg je deze gegevens? En hoe ga je daarmee om? Zorg ervoor dat iedereen die de persoonsgegevens in jouw bedrijf verwerkt, ook op de hoogte is van de regelgeving en van de manier waarop je daarmee omgaat. Je zult namelijk zien dat er altijd heel veel verschillende personen of afdelingen in een organisatie met die persoonsgegevens van doen hebben. En je moet de organisatie breed, of organisatie in alle lagen, moet er op een goede wijze invulling gegeven worden aan die AVG. 2. Het is altijd van belang om na te gaan en dus bewust te zijn met welk doel je de persoonsgegevens verwerkt. Het moet namelijk noodzakelijk zijn om de persoonsgegevens te verwerken, wil je dat mogen doen. Dan moet je natuurlijk ook toestemming hebben. Maar ga dus ook na waarvoor je de gegevens verwerkt. En bekijk dus ook of het ook echt noodzakelijk is. Benoem dat ook in reglementen met welk doel je het verwerkt, zodat je het legitimeert waarom je die persoonsgegevens van mensen verwerkt. Zorg er dan voor dat je processen en systemen hierop ingesteld zijn. Dat is eigenlijk 3. Zorg ervoor dat je een reglement hebt, dat je al je personeel kent en dus weet, oké, die stappen moeten we allemaal doorlopen wanneer we met persoonsgegevens omgaan. Maar zorg ook dat je in contracten of in de aanmeldformulieren voor een webshop of wat voor formulieren je ook gebruikt, je ook aan je klant vertelt met welk doel je de persoonsgegevens verwerkt, op welke wijze je het verwerkt en dat je daardoor zorgvuldig mee omgaat en dat je dat ook doordenkt hoe je dat doet. En dat je dus ook zorgt dat de persoonsgegevens die je bewerkt en verwerkt, dat die dus ook op een beveiligde plek ergens staan. Ook dat moet je allemaal opnemen en moet je dus in een reglement vastleggen. Wat van belang is, is dat je niet meer gegevens verwerkt en vraagt aan je klanten dan ook echt strikt noodzakelijk is. Dus denk daar ook eens over na. We vragen altijd maar heel veel, maar wat heb je nou nodig ter uitvoering van dat wat je wil gaan doen voor die klant of dat wat je voor je bedrijf wil gaan doen? En bedenk ook dat een klant vanaf mei dus ook het recht heeft om in te zien welke gegevens je voor hem of haar verwerkt. En een klant heeft ook het recht om vergeten te worden. Dus je moet, voor een klant moet het heel makkelijk zijn om jou een mailtje te sturen of een vinkje aan te klikken waarmee je dus aangeeft van hey, ik wil dat je mijn gegevens verwijdert en dat je mij vergeet. Maar dat je dus ook aan alle andere instanties aan wie je mijn gegevens hebt doorgegeven of dat al dan niet nodig was, dat je dus ook zorgt dat zij ook mijn gegevens verwijderen. Want ik moet vergeten kunnen worden, ik moet kunnen verdwijnen. Het zijn allemaal stappen die je gewoon eens een keer moet doornemen en moet kijken in je organisatie van voldoe ik daaraan, hoe kan ik daaraan voldoen en dat je daar dus wat reglementen voor maakt. Verder is het van belang en noodzakelijk dat je een privacyverklaring maakt en een privacyreglement. Ook daar neem je dus alle stappen op die je, waarmee je dus voldoet aan die AVG, maar dus ook met welk doel en heb ik toestemming en welke gegevens heb ik nou nodig, wie kunnen er aan die gegevens, hoe bescherm ik die gegevens. En hoe lang bewaar ik de gegevens? En zo'n privacyverklaring moet iedereen zomaar kunnen inzien, zodat mensen weten van, hey, jij gaat goed met je persoonsgegevens om. Ja, let op, want deze AVG die start dus, gaat dus in werking per 25 mei van dit jaar. En ga er maar vanuit dat de autoriteiten ook echt wel zullen toezien dat die AVG ook wordt nageleefd. De boetes zijn enorm. De boetes die opgelegd kunnen worden kunnen geloof ik tot 2 miljoen euro bedragen. Dus dat is fors. Daar kan je als bedrijf fors mee geschaad worden.
Nou, we hebben nu de laatste tijd in het nieuws wel gezien, hè, hoe Facebook omgaat met de persoonsgegevens. Nou, dat soort bedrijven die zullen natuurlijk echt wel in de picture staan. Daar zal wel extra veel aandacht voor zijn. Maar let op, ook voor de kleinere bedrijven en nou ja, voor alle andere bedrijven, daar zal ook de nodige aandacht voor zijn. En die zullen ook wellicht wel gecontroleerd worden. Dus zorg gewoon voor dat je eraan voldoet. En zo erg is het niet. Ik heb het voor een paar klanten nou gedaan. En eigenlijk is het best wel leuk om ook gewoon eens in je organisatie te kijken. En na te gaan van, goh, wat doen we nou eigenlijk? En hoe gaan we met die persoonsgegevens om? Het is eigenlijk ook een soort van professionaliseringsslag van je eigen onderneming. Dus ja, nieuwe regelgeving brengt altijd werk met zich mee voor jou als ondernemer. Maar goed, hè, je zult eraan moeten geloven en je zult erin mee moeten. En uiteindelijk denk ik dat iedereen er ook wel beter van wordt. Mocht je er meer over willen weten, op de website van de autoriteiten persoonsgegevens kun je er heel veel informatie over terugvinden. Maar je mag mij natuurlijk altijd bellen en ik help je graag bij het opstellen van een reglement. Tot de volgende keer. Dag.